ben speciaal naar de kapper geweest vanmiddag, omdat Mark Tuitert komt. We zijn vandaag bij Azenbos in Leiderdorp, de lokale roeivereniging, voor zover ik ben geïnformeerd. En we hebben hier vandaag de LOV-borrel, mei, mooi weer, buiten, lekker op het terras. En die doen we samen met de gemeente Leiderdorp en Rabobank Leiden-Katwijk. Dus het wordt een mooie aangeklede borrel en achter mij is het bijvoorbeeld al behoorlijk druk, dus dat ziet er goed uit. Rabobank doet natuurlijk mee met de borrel van de LOV. We zijn een partner van de Leiderdorpse ondernemersvereniging, want we investeren heel graag in groei en ondernemerschap. En extra leuk is dat het ook vandaag een hele mooie verbinding geeft in de plek waar we zijn. Azenbos, de roeivereniging, waar we ook sponsor van zijn. En samen met de gemeente Leiderdorp, met het Douchehavenconcert, waar we natuurlijk ook aan bijdragen. Dus ja, wat is er mooier? Ondernemers, studentsporters, gemeente en de bank erbij om zo'n mooie borrel te maken en met elkaar eigenlijk te verbinden. We zitten hier aan het water. Ik ben de buurvrouw van Azenbos. Ik heb een warme band met alle studenten. En we zitten hier bij het Nautisch Studentencentrum. En dat vind ik belangrijk om maar even mijn gezicht te laten zien. De LOV is de Leiderdorpse ondernemersvereniging. De volgende bijeenkomst is woensdag 26 juni. Dan is het tijd voor de jaarlijkse sloepentocht. Kennis maken met de LOV? Kijk op de website. Of stuur een mail naar info@lovleiderdorp.nl.